42 dagen geleden hield iedereen zijn hart vast. Hoe ging het met Etienne Vaze na die botsing met Brian Brobbey? Met helm keert hij vandaag weer terug in de basis van RKC Waalwijk. Zo fijn om te zien dat Etienne Vaze weer gewoon keeper is. Mooi om te zien iedereen die Vaze nog even succes wenst. Natuurlijk is dit een beladen wedstrijd. De eerste sinds dat incident met Brian Brobbey. Toen was iedereen stil. Nu is er applaus voor Etienne Vaze. Twee meest vriendelijke teams van de Eredivisie tegenover elkaar. Go Ahead Eagles kreeg de minste overtredingen tegen RKC. Staat één plekje daarboven. Laten we hopen dat ze het vanavond ook vriendelijk houden op het veld. Stefanovic gevangen door Dijl, vrije trap. Stefanovic. Karik knikt hem dan best wel ruim naast. Zo opent RKC behoorlijk in de eerste 10 minuten. Go Ahead Eagles eventjes achteruit gedrongen. RKC heeft de bal alweer. Echt een voortvarend begin van het elftal van Henk Vrezer. Klinkt applaus van de RKC-fans. Als hier een aardige actie is van Roemeratu en Ukili. En dan komt er een vrije trap voor RKC. Aardige actie van Roemeratu. Hoop in de ogen. En die hoop blijft hopen. En we blijven nog even langer hopen, want is die bal over de lijn of niet? Je bent geneigd te zeggen van niet, gezien de baan van de bal die door de muur ook nog wordt geraakt. En hij moet er natuurlijk volledig overheen zijn. En hier het bewijs gevonden. Hij werd nog even gevraagd zo te zien aan Manschot. Gaf ook aan, nee, niet eroverheen. Slim balletje, Lokeza. Geen controle, via Kramer een corner. Hoekschop RKC. Kramer net over de lat geknikt. Hoeveel waarschuwingen heeft Go Ahead Eagles nog nodig? En dan kan je gelijk meegeven aan Edwardsen. En het eerste werk met de handen voor Etienne Vaze. Niet al te ingewikkeld. Slim laten lopen, Lelieveld. Nu nog een goede voorzet. En dan is het binnenlopen, maar die voorzet is niet optimaal. De herkansing en weer de onderkant van de lat. Het zit niet mee voor RKC. Lokeza. Heel veel dichterbij dan dit kun je toch niet komen als RKC zijnde. Fraai de aanvalsopbouw. En dan valt hij hier voor de voeten van Cleonice. Kieselhard. Rommens als Go Ahead Eagles de druk van RKC eventjes weten doorstaan. En dan kunnen ze gevaar gaan creëren via Willemson. En hoe is het toch mogelijk? Een half uur lang is het eenrichtingsverkeer. Maar die weg loopt dood. En dan gaat ze ineens de andere kant op en is het raak. Ingehouden woede in beeld gebracht door Henk Vrezer. Er zit een heel leeg balletje van Rommens op Willemson. En die rond vakkundig af. En is het 0-1. Een flinke knauw dit voor RKC. Mooie opening van Meijers naar Lelieveld. Kramer naar de eerste paal. Daar staat Lokeza. En die krijgt hem er in twee instanties niet in bij de lange. Het beste nieuws voor de fans is dat er getrakteerd wordt. Als ze vanavond nog de kroeg in gaan, kun je maar beter wat in de maag hebben. Op deze elfde van de elfde RKC echt verkleed als pechvogel. Twee ballen onderkant lat. Eén echte kans van Go Ahead Eagles erin. 0-1. Dat is de stand in schoenlapersland, zoals het hier vandaag heet. Kramer knap verlengd in de handen bij de lange.
Cleonice. Volgende aanval van RKC, zoals ze er al zoveel hebben laten zien. Cleonice in de handen bij de lange, die hem nog even laat glippen. Een beetje ongevaarlijk, maar het werd nog bijna heel gevaarlijk. Kramer zit mis. Lokeza, veel te wild. Een kans geboden door Joris Kramer. Maar Chris Lokeza, maar die is veel te gehaast in een situatie waarin rust hem kan redden. Kramer. In de slag met Kramer. Het is soms een beetje verwarrend. Kramer en Kramer. Joris en Michiel. U mag zelf vertellen binnenkort wie is de eerste Kramer, wie is de tweede Kramer. Edvardsen. Adekanje, randje buitenspel. Daar komt Fasen met het hoofd, met de helm. Doel is leeg. Willemson heeft dat gezien. En krijgt hem er net niet in. En dan is nog de vlag omhoog. Nou, hier kun je in ieder geval uit opmaken dat hij niet bang is om de bal met het hoofd te beroeren. Etienne Fasen. Kili, slordig. Wel gretig genoeg om het toch weer recht te zetten. Cleonice, Okili. Lelieveld. Cleonice richting Kramer. Maar die komt hem recht in de handen bij de lange. Dan maak je het die doelman ook niet moeilijk. Willemson. Knap gedaan weer. Silasso. Willemson. 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 Breum. Naast. Kuipers. Ja, dit pruimmanschot niet. Ja, dit mag ook niet. Tijdrekken door de bank van Go Ahead. Maar hier hebben ze er een hoop lol in. Hoeveel extra tijd trekt Manschot nog bij in de extra tijd? Niet afgelopen in Waalwijk. Een prachtige uitslag voor Go Ahead Eagles na een waardeloze wedstrijd. En voor RKC geldt eigenlijk vice versa. Een uitstekende partij voetbal. Afgerond met een nederlaag op een avond waarin Etienne Vaze 42 dagen na die horrorbotsing met Brobbey zijn rentree maakt.